Vandaag wil ik de mosselen een keer meer in die kijker zetten, want mosselen zijn gezond, ze zijn veelzijdig. Dat is geen gepruts met het wassen en zo. Vandaag maak ik ze gewoon natuur. Maar ik ga ze wel pimpen met verschillende toppings. Zo heeft iedereen, jong en oud, wel zo zijn pleziertje aan tafel. Crispy chili oil, lekkere mosselsaus, maar ook furikake. Dat is zo nori met de sesamzaadjes. Heel lekkere topping. En dan opgebakken zeekraal. Dat is zo lekker met zo'n beetje jodium. Dus we love mussels. En ben je zot van mosselen en zeg je, mij moet je niet overtuigen ze. Er komt nog risotto aan met mosselen. Er komt nog pasta en tomatensaus aan met mosselen. Dus abonneer u en dan mis je geen enkel mosselrecept. Voilà, mosselen. Dan moet je eigenlijk maar één keer gaan spoelen. Hoe spoelen? Dat zit de mosselen die boven drijven. Dat zijn geen mosselen die dood zijn. Dat zijn mosselen die lucht gepakt hebben als ze toeklapten. En dan, ja, dan drijven ze boven. Hè. Dat is gelijk als wij, als we in de zee liggen. Dan kun je zo blijven liggen, hè. Ken je dat? Dus die zijn prima. Alleen mosselen die stuk gaan en niet meer toegaan, die mogen weg. Mosselsaus, lekker hè, zo voor mosselen en hun frietjes in te doppen. Heel makkelijk. Verse mayonaise, mosterd, azijn en een beetje peper. En de klassieke manier is eigenlijk nog een beetje mosselvocht gaan toevoegen. Hè, om echt die lekkere mosselsmaak te hebben. Maar het nadeel is dat je saus dan minder lang goed blijft. Dus aan u de keuze. Hè. Dit blijft echt 100 jaar goed. Als je mosseljus erbij doet, is dat maar een 2 dagjes. Voilà, dat is al klaar. Een beetje de zeekraal opbakken. Dat is echt heel lekker. Ik koop dan een keer zeekraal. Furikake, heerlijke topping, hè? Crunchy, nori en sesam. And if you like it hot, crunchy chili oil. Mosselen natuur hebben we eigenlijk zo weinig voor nodig. Een ajuin, selder en een beetje boter. Ik eet eigenlijk super graag mosselen. Hè? Ik kan ook niet een weekend naar de zee gaan en dan geen mosselen eten. Hè? Allee, wat is dat nu? Voilà, boter mooi laten schuimen. Voilà, laat dat maar even stoven. Ik heb op mijn website ook echt een keilijke recept als je mosselen over hebt. Zo mosselen op azijn. Je kunt dat in het frituur ook zo kopen. Heel lekker. Maar ook gegratineerde mossels. Mosselsoep. Mosselen met room en currysaus. Echt, go and have a look. En kijk, die gaan hierbij. Deksel erop. En het is klaar. Frietjes bakken, tafel zetten. Je gaat er moeten naast, hè, wat dat gaat allemaal. Als je dat geluid hoort, wil dat zeggen dat de mosselen in de pot gaan, dat je nog een paar minuutjes hebt voordat je gaat genieten. En als we het dan toch over mosselen hebben, nog een zalig recept met mosselen en chorizo. Oh, dat is ook echt genieten vanuit my book. Hiese, hiese. Sorry, ma. Snijzen. Oh my god. Kijk, dat is al klaar. Zo gemakkelijk. Als je graag een beetje pikant eet, is gewoon de mosseltjes natuur. Met crunchy chili oil, met furikake. Dat vind ik ook echt zo lekker. Voilà, voor de oma is dan mosseltjes natuur. Met de mosterdsaus en een beetje zeekraal. Dat gaat hij fantastisch vinden. Ik eet ze allemaal, hè, by the way. Oh, ook zo lekker. De laatste. Dat is de pom gewoon. En dan zie je dat een mossel toch eigenlijk wel superveel smaken kan hebben. Hè? Ik zei het al, zo divers.